Wie is het beste raadslid van Eindhoven? Gisteravond konden de 5 genomineerden voor de titel Raadslid van het Jaar zich profileren voor publiek en jury. En van die 5 gaan er nu 3 door naar de finale. Doorgaan, wat ons betreft. Ferry van den Broek. Marco van Dorst. SP-fractievoorzitter Bianca van Kaathoven en Karin Wacht van het CDA vielen af. Want de jury vindt Ferry, Tom en Marco net iets beter. Ik heb duidelijk mijn eigen stijl en die is klip en klaar. Ik ben altijd eerlijk, open, ik heb geen dubbele agenda's en ik zal altijd proberen om een antwoord te geven op een vraag en nooit het politiek te omzeilen door niks te zeggen met heel veel woorden. Gewoon ad rem in debat zitten, initiatief nemen, aanwezig zijn, je gezicht laten zien en vooral heel veel communiceren met de mensen in de stad. De 3 finalisten vielen op dit jaar, in het debat, maar ook achter de schermen. Met als doel om iets voor elkaar te krijgen in de stad. Mijn 3 belangrijkste thema's waarvan ik zeg, daar heb ik het verschil kunnen maken. Dat is het parkeren op Eindhoven Airport. Dat is het mogelijk maken van supermarkten waar zij dat willen zonder dat je daar rare regels op loslaat. En zijn de koopzondagen. Deze stad is op dit moment het toonbeeld in Nederland van hoe een gemeente duurzaamheid zou moeten uitrollen. In zijn inkoopbeleid, in zijn ruimtelijk beleid, in zijn mobiliteitsbeleid. En wij doen het zomaar hier in Eindhoven. En dat is wel gekomen naar aanleiding van mijn initiatiefvoorstel in 2010. Naast de verkiezing voor beste raadslid wordt ook ieder jaar het politiek talent van Eindhoven gekozen. De 2 talenten die nog in de race zijn Jessica van IJs van D66 en Joost de Jong van de VVD. Beide zitten pas ruim een jaar in de gemeenteraad, maar ze vielen toch al op. Ik heb ontzettend veel enthousiasme voor de politiek. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. En ik wil heel graag doorgroeien en het talent wat ik heb verder ontwikkelen. Dus dat zou mijn talent zijn. Wat kunt u nog verder doorontwikkelen? Nou, ik denk wat ik wel nog beter kan doen en wat iedereen moet leren als je de politiek komt, hoe het politiek spel gaat. Ik denk, ik weet wel wat ik van dingen vind, maar hoe je nou jouw ideeën zo goed mogelijk door de raad heen loodst en hoe je coalities smeet en waar de achterkamertjes liggen en zo, dat is allemaal iets waar je nog beter in kan worden. Wat ik voor mezelf probeer, is dat gewoon elke avond als ik van huis ga naar de raad en als ik terugkom, dat ik mezelf toch even in de spiegel aankijk van ja, wat ik nou vanavond ga zeggen of wat ik vanavond gezegd heb. Zou ik dat nou 6-7 jaar geleden, toen ik helemaal niks met de raad deed, zou ik dat gepikt hebben? Is dit uit te leggen? Ik denk zolang als je die vraag kan beantwoorden, dat je dicht bij jezelf blijft, dat je het heel goed doet. De komende tijd kan het publiek stemmen via de website raadslidvanhetjaar.nl. Op 17 december worden de winnaars bekendgemaakt.